Als jullie denken van dit is toch een hele andere spitsje. Ja, we hebben twee zusjes. Dus dat betekent ook twee keer een oplossing. Ik denk dat je mij niet meer spiegelen. Ja, ik zit trouwens met twee losse controller. Dus ja, ik gewoon mijn eilandje. Bij mij is dat mijn liefje. Wacht. Ik neem aan dat ik hem misschien een klein beetje zo moet zetten. Dat je het hele beeld ziet. En nu echt alles. Wacht, ik zet hem wel even op. Ja, we hebben hem weer hoor. Ja, gepakt. Hoe lang gaat het nog duren? Je ziet de helft van het eiland. Oh, soms zoomt hij ook heel mooi. Maar dat gaat klik. In de hoek zie ik een klein beetje een eilandje. Oh, en trouwens, het is nu winter op het ene eiland. Dat komt omdat het andere eiland staat goed op de tijd. En dit eiland, waar ik nu op speel, niet. Alleen, dit eiland hebben we de Happy Homebirdhouse. Alleen, ja, moeder heeft het een beetje op de verkeerde gezet. Want op de ander stond online. Het is iets online. Maar het is heel leuk. Ik heb het al heel even gespeeld. Maar je kan er echt wel heel veel op doen. Er zijn nieuwe keuzes die je kunt maken. Dus ga er even goed voor zitten. Wat je gewoon doet is je gaat naar deze arrival of zo. Dan zeg je ik wil gaan werken. Dan zie je uiteindelijk alle tekentjes zeg maar als je gaat huizen. Ik vind het gewoon iets hebben, het heeft gewoon een sfeertje of zo. Een beetje een vakantiesfeertje. Je hebt patroontjes, ja, ik kan gewoon een beetje een smeertje hebben. Ja, bij mij staat er trouwens in de hoek bij jullie hal. Ik zit zo een beetje te kijken. Zo. Ja, ik zit er wel op. Zit jij hier flipping nog steeds? Oh, hoi Audi. Het café en het restaurant. Hoi, Julie. De tweede keer dat ik het goed uitspreek. Ik zeg dat het Julie. Peanuts. Hoi. Dat is best. Zie je me niet? Oh, die heb ik op het andere eiland. Zo. Wat ik hier dus moet hebben in het huis. Oh, dat is een smerker wat hier moet komen. Ik heb zo smerker. Als dus. Ik ga het zo maken. Ja, nog een keer, Julie. Ja, die had ik van mijn boekje. Ja, ik ben trouwens een mooie. Leuk om te doen, dus ja. Ik dacht trouwens, als je het veel wilt, stel ik zie, dan is de andere spiegel.
Ik heb een Switch met twee blauwe controllers en één met twee rode controllers. Hoe moest het nou? Ja. Ik ben lastig met besturen met twee losse controllers. Fijn, want je kan je handen strikken. Ik zie je niet. Zet weer aan. Je kan ze van standaard halen en je kan ze ook zo krijgen. En hier zo heb ik hem, maar dit is de tweede die ik zo krijg. Waarom noemen ze mij Flippy? Een Flippy kaaskoekje. Oh, is het pas zo? Dit zou kunnen, die hekjes even veranderen. Veranderen. Het is meer eigenlijk overgeven. Thank you.
ook doen. Speel het huisje, ja. Ja, het zit weer een beetje te zien. Je ziet niet alles even goed op beeld als dat ik zelf zie. Maar... Oh, je ziet volgens mij het bovenste stukje wat er ook staat niet. Stenenbrug, de boomstambrug, de hangbrug, de houtenbrug, de ijzerbrug, de zandbrug, de stenenbrug. Nou, dat is dus wat je zelf ook kan kiezen. En daarna kan je ook nog het huisje kiezen. En wat ik telkens doe, is ja, ik kies mijn huissoort uit. Ik kan deze doen. Ik doe bijvoorbeeld, ja, er zijn dagen waarbij je ook van kan. Ik doe deze ding in een blokje. Maak hier gewoon een blokketje van. Ja, ik wil heel vaak blokketjes maken. Dus ik weet heel goed hoe ik een blokketje maak. Zwarte riet dak. Oh ja, een blokketje. Dus dan hebben we echt een lodge nodig. Wat net een blokketje is. Is het ook, dus ja. Ik vind deze kansen gewoon anders mooi. Oh, ja, behalve, ja. Er zijn er een paar, deze die vind ik iets minder, maar, en deze trouwens ook. Maar deze vind ik ook mooi, deze vind ik, die vind ik mooi, die vind ik wel mooi om dat te doen. Wacht, ik ga ze gewoon allemaal. Geen die. Nou, we doen wel één. Maak het wel klein. Is het groot? Nee, dus. Ik zoek gewoon iets, een tuinset of zoiets wat ik buiten neer kan zetten. Is het een tafel misschien? Of... gewoon iets hebben. Een beetje appels, paar peertjes, twee kersen, twee keer die. Misschien soms hebben we niet een kind van. Zo, ik moet een beetje midden in het bos zijn. Zo'n uitstraling wil ik maken. Dan kan ik van alles doen en anders meteen. Ik kan nog iets meer ruimte komen worden. Zetten is niet zo prop en ik ging gewoon doen zo een boompje daar viel ons gewoon alleen de appelboom doen.
echt waar je kan je dingen op het dak neerzetten. I'm Sinterklaas. Ook op staat hier nog niet. Nice. Of is dat hier nog wel? Ja. Echt wel nice. Maar ja. Want hij heeft een hoop bestaan. En er is nog wel een mysterie of hij nog steeds bestaat. Zal overheen kunnen laten. Dus ja. Ook wat plantjes neerzetten. Meer te zangtalenten. Now it's burning. Oké, wacht, ik doe dit. Groen. Kijk, en hier zet ik dan wat plantjes mogen. Een paar wortels. Die is een muis. En ze gaat konijnwortels eten. Dus dat is heel belangrijk dat ik dat zeg. Laat van mij niet meer hoeft het Sinterklaas goed. Want ja. Mensen die beweren dat hij niet bestaat, maar niemand weet het eigenlijk. Oké, een kinderhuisje. Komt voor de bekker. We merken deze. Ietsje kleiner. Dit is echt een kleine scherm die ik ooit heb gezien. Mini Lodge. Dit is een muis. Dit is het muizenhuis. Maar boven hebben we de geheime kamer. Waar niemand kan komen. Wacht, jij moet heel even. Kunnen we hier ook neerzetten bij dit gat naar boven? Wow, dat kan. Dat zetten we daar dan gewoon nu. Er is een wacht, we maken er heel even een blokketje van. Oh ja, ik had natuurlijk die tapijt tegen.
gehoord dat er een moeder die niet naar mijn broertje. Zo. En je hoort soms. Bro. Ik heb 5 keer gevraagd wat er was, maar. Ik heb dus maar geen antwoord. Komt hij weer hoor. Ik wil dat hij erin komt. Komt hij. Stel. Het andere kant van haar outfit. Ja, want het is een kind, dus je heeft wel een middag voor te doen. We moeten haar kast kopen. Lodge, hij is van. Oh nee, dit is haar geheime kamer. En hier is Lodge. Hier, kijk. Dit is de grote kamer. Dus honger. Dus slapen. Dus ja. Op de plaats. We zitten wel gewoon op de plaats meer. Zien we nog een leuk. Ja, doen we wel. Een speelgoed scheiding. Die handkaart heb ik. Zo, we zetten er ook uiteraard een matkamer bij. Met niet al te veel privacy, zeg maar. Maar. Oh ja, wacht, hier mag de kaptafel alleen. Oh, je maakt een hoekje, alleen voor een kaptafel. Het is leuk. Kijk, en deze geeft dan wel een kleur hier. Kijk, die mag even lekker fel kleurtje wat er lekker bovenuit springt. Deze ook lekker een kleurtje, wat er gewoon een beetje mag lekker levendig, echt, ja, beetje, gewoon een beetje energie in. Dus wat, ja, en je kan ook veel meer met dit. Oh, dit is better. Deze paspijpers hier kunnen we waarschijnlijk wel echt leuk mee doen. Even iets erbovenuit laten springen. Ja, doen we natuurlijk wel gewoon mooi. Dat is een geel kleurtje. Nee, niet echt de beste kleurcombinatie, zeg maar. Een beetje levende. Leeft zeg maar een beetje in de kamer. Geeft gewoon een beetje gevoelens. Denk je zelf ook van. Ja. Is een beetje ja. Ik weet niet wat ik kan zeggen.
Daar komt het toilet. Luchtbad. Nu komt de douchekabine. Badkamer is klaar. Bedroom. Even naar de uitslaan. Beetje licht blauw. Het is wel velmelk wel. Boven uitspringen. Dit. Ja, boven uitspringen. Ik ga mezelf voor het lichtbad. Niet al. Uiteraard de allerbeste combinatie in. Ja, dus deze gewoon zo. Dus daar ga je naar de bovenkamer, want daar mag niemand komen. Dus als we beneden zijn, zitten we daar ook. Uiteraard wel wat voor. Zo, kom maar. Je moet ook wel even mee. Vind ik. Dit moet je tegen niemand zeggen, oké? Gaan we nu iets inzetten. Waardoor niemand, maar dan ook echt niemand, bij kan doen. Maar ik zullen we twee huisjes doen? Zullen we dat zeggen? Dat we gewoon twee huisjes doen. Twee huisjes, één huisje duurde ongeveer denk een kwartier. Nee, kaaskoekje. Ik ben geen kaaskoekje. Ik heb bij het resort en begon, maar niet thuis. Nice. Ik zie trouwens de boel van het scherm, zie ik al.
Nou, kijk wel even gauw bij de doet zelf. Oké, moet ik dingen hebben. Ja, kijk. Die zijn we nog maar geweest. Waarschijnlijk gaat deze video een uur duren of zo. Dit moet lang. Ja, ik druk geen pasje. Trouwens, wist je trouwens dat als je op B drukt, dat alles gewoon veel sneller gaat? En zo. Een zielige pannenboompje. Ik ga dat huis gewoon alleen maar met die drie dingen inrichten. En in de tuin. Wacht, nee, ik zet gewoon niks in het huis. En die tuin ga ik helemaal vol zetten. En dan zet ik alleen de drie dingen die daar in dat huis horen. Zeg maar een bed. Een bed, een kast en een make-up tafel. En een bad. Dan is het enige wat ik daar neer ga zetten in het huis. Voor de rest die hele tuin ga ik gewoon zo maken. Dus gewoon iets doen. Wacht eerst naar binnen. Ik laat het gewoon zoals het is, denk ik. Oh, wordt het zo'n huis. Nee, dat heb ik laten moeten doen. Nog één tafel of niet? Deze tafel had ik al nooit. Wacht, ik pak er al een eettafel bij en dan maak ik hem wel groot. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Nice. Ja, maar die hoef ik niet. Ik heb die ene tafel die zo mooi is. Nou, de goede tafel. Het is een mooie druk. Ze kan er nog eens snel. Oh, haar wel best grappig. Ik heb laten deze gemaakt. Nou, heb ik nog eens de tafel. Het zet hem dan heel zielig zo. De muur toe. Die mag niet daar, want daar komt deze, zeggen we dan. Oké, dit huis is gewoon iets klein, denk ik. Juk.
dieren veranderen. Nee. Pakken. Daar. Dus een stukje die zo. Die zo doet, is heel erg grappig. Dat weet ik. Ben je klaar? Kijk, dit is een goed dakje, denk ik. Zo meteen, ja, ik weet het niet of je wel kan typen, want dat is soms dat is ook heel vervelend. Dan kan je uiteindelijk geen comments achterlaten. Maar als je kan typen. Zet er dan wel even bij welke van welke je het leukst vond. Van Brie, dat is de muis. Of van Pinky, en dat is deze papa. Zet dat zeker heel erg in de reactie, want ik ben heel erg benieuwd. Dus ja. Dat was wel leuk om te zeggen. Check deze dan. Doen we gewoon een rode deur. Gouden krans, maar die weg, maar ik word er gewoon niet heel lelijk van in de tuin. Die erbij klaar. Werk hier. Yo. Bro. De buren hebben last van je, ook al heb je geen buren. Nice. Want je woont op een eigen hand. En je bent heel eenzaam. Dankjewel. Zullen we allemaal nog heel even gaan outfit doen. Klaar. Wil je heel even gaan werk outfit aanpassen. En ja, dan is het echt wat tijd voor het einde van de video, denk ik. Niet de kortste video, kan ik zeggen. De kortste video die ik ooit heb gemaakt door deze hoek. Ja, wat zou ik doen? Wat dan? Oké, ja, ik kan er wel wat leuks van maken. Wacht wel, nou, als ik er gewoon. Dit was mijn eerste outfit. En dan had ik dit. Dat ik allemaal zo even de hoed veranderen. Ik kan allemaal met ze doen. Nu raak ik het. Wat is ken ik? Het onderijland. Ja, als je trouwens niet wilt vinden, hoe lijkt deze video? Ik wil even abonneren, zeker heel even. Voor nog meer. We kunnen ook die pyramids op. Nee, pyramids. Het is very, very nice. We kunnen ook een mooie.
zo of zoiets. Mijn hand ja. Laat ik op die andere zonnebril, maar hoe even geen wat erg is. Ja, vatjes. Hier. Oh, dit is ook wel leuk. Wacht, maak maar. Zet op het tasje. Ons schouder toch? We maken gewoon een heel nieuw persoon. Is dit dan? De volgende video zie je mij zo, oké? Dan spreken we af. Ik heb ook kunnen zien. 10 keer hout en 30 lappen. Ik denk dat dit echt wel het einde van de video wordt. Ik wil het wel even gaan afsluiten bij mijn huisje. Dus dan is het einde van de video wel mijn huisje. Dus daar gaan we even heen. In 3, 2, 1 en we staan er. Vergeet zeker niet te abonneren, like en doei!